In deze uitzending een muziekspecial van twee bevriende jonge mensen. Dit duo speelt respectievelijk fluit en orgel. En ze geven samen regelmatig concerten in de klassieke sfeer. Behalve dat hebben ze ook een vriendschappelijke relatie met elkaar. Ik stel ze even aan u voor. Allereerst is hier Henriette Barton. Ze woont in Veenendaal en ze speelt vanaf jonge leeftijd al dwarsfluit. Eerst heeft ze lessen gevolgd bij de muziekschool in Scherpenzeel en na het behalen van haar D-diploma heeft ze les van de bekende fluitiste Marjolein de Wit in Groot-Ammers. Henriette is eerste fluitist bij het Nijmeegs Studentenorkest. Dit symfonieorkest speelt werken van onder andere Dvořák, Brahms, Mahler en van Beethoven. Henriette is overdag werkzaam op een accountantskantoor in Sliedrecht. Gerald Bronkhorst is de tweede solist. Hij is de vriend van Henriette en beide zijn ze 26 jaar, maar Gerald woont in Elspeet. Hij zat op jonge leeftijd al achter het orgel bij zijn opa en oma. Vanaf zijn 8e jaar had hij orgelles bij Dries van den Berg in zijn woonplaats Elspeet. Gerald heeft later ook lessen gevolgd bij Peter Eilander en Johan van der Graaf. Momenteel heeft hij les bij Minne Veldman op Urk. Gerald is niet alleen gericht op orgelspelen. Hij zingt graag in koorverband en hij is ook dirigent. Hij heeft koordirectie gestudeerd aan de Boudon Hogeschool voor Muziek. Momenteel is hij dirigent van verschillende afdelingen van het Hollands Jongerenkoor en bezig met de voorbereidingen voor het nieuw op te richten Groot Veluws Mannenkoor. Gerald geeft dagelijks les op het Horenbeek College in Kampen. Ga genieten van deze twee jonge mensen die samen muziek gaan maken op fluit en orgel.
Thank you.